Boerenbont en Rode Lampjes, een comedy. Zou je hier kort iets over willen vertellen? Ja, Boerenbont en Rode Lampjes, die hadden we 3 jaar geleden eigenlijk al uitgekozen. Maar ja, toen kwam corona en toen hebben we 3 jaar niet kunnen spelen. En dus we hadden dit stuk al eigenlijk al in handen, zeg maar. Het is een vrolijk stuk, waar wel best wel veel gelachen kan worden, denk ik. Dus dat hopen we dan ook, dat het een gezellige avond wordt. Ja. En om zo'n voorstelling neer te zetten, daar komt heel veel werk bij kijken, denk ik. Waar zijn jullie nu allemaal mee bezig? Wat moet er allemaal geregeld worden? Ja, nou, we zijn hier in het multifunctioneel centrum Velemansdroom. Dus die moet omgebouwd worden tot theater. Normaal is dit een sport, hebben ze hier sport. Dus ze hebben nu ook een week geen sport. Wij kunnen vandaag pas hier beginnen, omdat vakantie is en het sportgebeuren ligt dus even stil. En wij zijn nu gisteravond met Man en Macht hebben ze het podium opgebouwd en de vloer gelegd. Er zijn heel veel vrijwilligers altijd voor die komen helpen. Ze zijn allemaal op vrijwillige basis, dus dat is wel fijn. En hoe kunnen mensen bij deze voorstelling aanwezig zijn? Is er een kaartverkoop vooraf of kunnen ze bij de deur een kaart kopen? Op woensdag 1 maart is er een voorverkoop van 1 tot 8 avonds hier in de Velemansdroom. Mochten er dan nog kaarten over zijn, wat meestal wel nog eens zo is, dan kunnen ze ook aan de zaal kaart kopen. Ja. En hoeveel mensen kunnen er in de zaal ongeveer? 120 mensen, ja. En zo'n voorstelling, er zijn heel veel mensen voor nodig, denk ik. Spelers, mensen van het geluid. Hoe komen jullie aan deze mensen? Dat zijn echt liefhebbers op het dorp. Dat zijn echt amateurs. Maar we hebben op zo'n dorp altijd overal kennis van. Hè? We moeten alles zelf doen. We kunnen geen subsidie aanvragen. We hebben geen groot theater. Dus we doen gewoon alles zelf. En we hebben toevallig iemand die heeft muziek en toneel en verlichting en zo heeft hij gestudeerd. Dus die gaat ook de truss opzetten met alles wat erbij hoort. En ja, het gaat heel geleidelijk. Maar de jeugd, we hebben hier ook altijd jeugdtoneel gehad. En daar komen onze sterren vandaan natuurlijk. Die heb je gewoon zelf opgeleid in feite. Dus daar hebben we iedere keer nieuw talent van. Alleen dit jaar is een beetje moeilijk geworden met de corona. Dan is alles stopgezet. Hè? Dan moet je gewoon opnieuw opstarten. Dat is een enorm probleem met alle activiteiten. En ik zie achter u van alles gebeuren. Wat moet er allemaal nog geregeld worden voor deze show? Vanavond komen ze de truss en de verlichting en de muziek opzetten. We hebben de computers en alles hebben we hier staan. Alles wordt bediend door Daphne, onze verlichtingsmedewerkster. En verder dan komt volgende week donderdag komen ze van de horeca even de zaal inrichten. En dan worden de koelkasten en de bar wordt gevuld. En dan is het feest zaterdag. Ja.